Oeh, ik gooi bijna mijn drinken om. Oh, echt waar? Ja. Over de apparatuur heen? Ja, gelukkig is het niet gebeurd. Moet er een doekje worden gehaald? Nee, ik heb het gered. Oh, het was even hartverzakking. Oh ja, goed. Dat scheelt weer. Jong geleerd, oud gedaan. Zo gaat het spreekwoord. En om dat te bevorderen is de GGD Flevoland samen met RS Hogeschool begonnen met het project Jong Leren Eten. En daarin wil ze dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren in aanraking komen met informatie en activiteiten die te maken hebben met goede voeding. En we hebben contact met Lucie van de GGD, Lucie van de Vijver. Goedemiddag, Lucie. Goedemiddag. Ja, wat is dit precies voor project? Nou, Jong Leren Eten, het is een project dat loopt al een aantal jaren. En het is echt de bedoeling om jongeren van 0 tot 24 ongeveer voedselvaardig te maken. En voedselvaardig betekent dat je gewoon weet waar het eten vandaan komt. Dus waar het groeit, hoe het groeit, wat je ermee kan doen, hoe je kan koken en wat het voor je doet. Dus hoe gezond is het voor je. En het is een landelijk project is het, hè? Maar is het dan hier in Flevoland nog anders dan in de rest van het land? Nou, het is een landelijk project, maar in elke provincie heb je eigen makelaars. Dus eigenlijk, en die eigen makelaars die kijken ook van wat is voor deze provincie eigenlijk het meest relevant. Elke provincie heeft gewoon een andere dynamiek. Bepaalde dingen zijn in een bepaalde provincie al ontwikkeld en de andere provincies nog niet. Dus je kijkt gewoon van waar zit binnen een provincie de energie om iets te doen. Of waar zijn echt nog hiaten in kennis of in activiteiten waar we iets aan moeten doen. Ja, dan willen we natuurlijk weten hoe dat is in Flevoland. Ja. Nou ja, dat wil ik graag vertellen. Kijk, in Flevoland werken dus nu GGD en Eres samen. Dat betekent ook dat wij hebben dus als enige provincie hebben wij er een hbo-opleiding bij. De andere provincies werken bijna allemaal met IVN als co-makelaar. Met het feit dat we Eres erbij hebben, hebben we ook meer toegang tot studenten. En dus dat geeft al een ander soort dynamiek. En toen wij startten, als een van de dingen waar wij in Flevoland nog niet goed in waren, was boerderijeducatie. Dat hadden we nog bijna niet. En dat hebben we in de loop van de jaren gewoon opgebouwd in Flevoland. Wat is het dan dat kinderen dan weten waar de melk vandaan komt en de eieren? Ja, dus eigenlijk hopen wij dat elk kind, zeker op het moment dat ze leerling op de basisschool, dat die minimaal één keer naar een boerderij toe kan. Dus dat je gewoon kan kijken van waar komt inderdaad de melk vandaan. Maar ook van hoe groeit een aardappel. En Flevoland is natuurlijk een provincie bij uitstek. Waar juist de aardappels en de uien en de wortels staan. Dus het is ook wel heel erg leuk dat kinderen gewoon kunnen zien van. Hé, maar wat heeft onze provincie te bieden op het gebied van gewassen. En hoe gaat dat eigenlijk? En een van de onderdelen van het hele Jong Leren Eten project. Dat is de kok in de klas. Het zegt al heel veel eigenlijk. Maar vertel even, wat houdt dat dan precies in? Nou, het kok in de klas is, we werken samen met kok in de klas, dus dat is iets van wat vanuit de Wageningen Universiteit wordt georganiseerd. Dit is een project dat we eigenlijk koks vragen om in de week van 27 tot 29 maart, om in de klas een gerecht met kinderen te maken. Dus eigenlijk als een van de mogelijkheden om te kijken van, goh, wat kun je eigenlijk met voeding allemaal doen? En hoe kun je gewoon op een simpele manier een gezond iets maken. Ze gaan ook iets koken dus? Ja, dus iets bereiden. Ik weet, moet ik zeggen, dat ik ook niet weet wat ze op dit moment, welk recept gekozen wordt. Ja, nou, maar vorig jaar hadden ze een soort van wraps gemaakt. Nou, het bestaat dus uit allerlei onderdelen, hè? Jong leren eten. We hebben het al boerderijbezoek over gehad, die kok in de klas. Maar er is ook een gezonde schoolkantine challenge. Die wedstrijd loopt nog tot 16 maart. Kun je vertellen wat dat inhoudt? Wij proberen nog dagen middelbare scholieren en mbo-scholieren uit om zelf na te denken over een gezonde kantinesnack. In ieder geval iets wat je in de kantine kan eten. En we zeggen van als uitgangspunt nemen we 5 G's. De G van het moet lekker zijn, genieten. Het moet goedkoop zijn, want een leerling moet het kunnen betalen. Het moet gezond zijn. Het moet groen zijn, dus liefst een beetje duurzaam. En het moet gemakkelijk zijn, want het moet ook goed te bereiden zijn in de kantine. Ja, ja. En we vragen dus leerlingen van, ga met een groepje gaan bedenken van wat zou in jullie kantine nou goed geproduceerd kunnen worden. Ja, want groen betekent dus duurzaam en niet groen dat je geen bietjes mag kiezen of zo.
Nee, het betekent duurzaam. Ja, of dat het alleen maar slapen de 5G's, zijn. Dat klinkt wel duidelijk. Ja. Ja, goed. Ja, dan hebben jullie nog een leuk onderdeel, het foodcamp. En dat is in het voorjaar. Wat is dat precies? Foodcamp, dat is voor VMBO-leerlingen. Dat we leerlingen eerst in de klas lessen geven over wat gezonde voeding is. Dat ze met die informatie een gezonde pokeball gaan maken. En uiteindelijk wordt die gemaakt op een boerderij. En ze leren ook van hoe ze een bootcamp kunnen doen. En die gaan ze dus op de boerderij uitvoeren. Dus bedenk met over balen stro heen springen. En fysiek hangen. Ja, oké. Okay. Wat goed. Ja, mooi. Mooi initiatief allemaal. Ja, dat vindt plaats in Noordoostpolder. Ik begrijp dat jullie nog wel scholen zoeken, hè, daarvoor. Nou, als er nog een school in Noordoostpolder, dan zou het kunnen. Of in Almere mag er ook nog wel een school bij komen. Zou kunnen. En als een school interesse heeft, dan zou het mooi zijn als ze een berichtje naar mij kunnen sturen via jongleren@ggdflevoland.nl. Ja, we kunnen niet alles benoemen, maar nu is ook de gezonde smikkelweek bezig. Ik durf bijna niet te vragen, maar wat is dat dan? Nou, gezonde smikkelweken gaan in de zomervakantie. Eigenlijk, jong leren eten doet zowel voor het kinderopvang, dus kinderdagverblijven, BSO's, als basisscholen, middelbare scholen en mbo-opleidingen proberen wij activiteiten te organiseren. De gezonde smikkelweken zijn specifiek voor de BSO. Om in de eerste week van de zomervakantie gewoon allerlei activiteiten rond gezonde voeding te doen. Dus groenteproeven, maar ook keukenkastsafari. Van ga in je eigen keukenkastjes kijken wat erin zit aan bijvoorbeeld te zouten producten. Verschillende activiteiten, maar gewoon dat ze bewust worden over van wat voeding eigenlijk, welke voeding ze in huis hebben. En leren welke voeding gezonder is. Ja, nou Loop, dit project is al een tijdje, zeg je jong leren eten. Weet je al een beetje de resultaten? Gaat het de goede kant op? Er worden steeds meer activiteiten aangeboden en er wordt gebruik van gemaakt. Dus hoe meer kinderen, leerlingen gebruik maken van voedingsactiviteiten, hoe beter het is. Want bewustwording, dat is natuurlijk de eerste stap. Of leerlingen al heel veel gezonder zijn, dan gaat er natuurlijk wel een tijdje overheen voordat dat echt gezegd kan worden. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat gewoon kinderen weten van dat melk niet uit een pak komt en dat een aardappel groeit op het land in Flevoland en dat je daar gewoon heel veel verschillende dingen van kan doen. Ja, anders dan alleen maar chips. Ja. Lucy van der Vijver van GGD Flevoland, dankjewel en veel succes met het project Jong Leren Eten. Dankjewel.